namens ABN AMRO en Mees Pierson van harte welkom. Ik ben in Den Haag en ik ga in gesprek met Ton Meijer. 75 jaar inmiddels, maar nog steeds volop actief in de wereld van het vastgoed. En daar ga ik het met hem over hebben. Ton Meijer is een van Europa's meest succesvolle vastgoedondernemers. In 1970 richtte hij de MAB Group op, waarmee hij meerdere succesvolle commerciële vastgoedprojecten ontwikkelde. Een van de meest aansprekende en bekende projecten is wel de Amsterdamse Westergasfabriek. Maar MAB was ook verantwoordelijk voor De Resident in Den Haag, stadcentra van Zoetermeer en Almere en het Oosterdokeiland in Amsterdam. En niet alleen van Nederlandse projecten, ook Les Halles in Parijs en Palais Cartier in Frankfurt zijn van de hand van MAB. Ton verkocht MAB in 2004 en in 2012 verkocht hij zijn belang in de laatste MAB-projecten. Een jaar later richtte Ton Meijer Realty Partners op, samen met onder meer zijn zoon Bart. Ton is ook medeoprichter van de in Londen gevestigde ontwikkelaar en belegger Meyer Burgman, waar zijn andere zoon Marcus aan het roer staat. Beide ondernemingen houden zich bezig met beleggingen in internationale vastgoedprojecten. Is de vastgoedsector eigenlijk nog wel zo interessant als belegging? Mede door zijn enorme schat aan nationale en internationale ervaring is Ton Meijer dé man om daar een mening over te hebben. Ook vertelt hij je waar je op moet letten als je in vastgoed wil beleggen. Waar liggen de kansen en waar juist niet? Ton Meijer, fijn dat je even tijd kon maken. Even een opmerking vooraf, we hebben afgesproken om te tutoyeren. Anders denk ik kijkers dat ik een brutale A ben, dankjewel. De eerste stappen in de wereld van vastgoed, hoe ver moeten we dan terug? 75 jaar, hè, toen ik geboren werd. Mijn grootvader die was een Haagse bouwer, heeft een groot deel van de Haag gebouwd. Mijn vader was een Haagse bouwer en heeft een groot deel van Den Haag gebouwd. Wat is een groot deel van Den Haag? Een groot deel, hele wijken. Ja. Vogelwijk, allerlei lanen in nieuwe uitlegwijken van de 30er en 40er en 50er jaar, 60er jaar. Hm. En in 1970, na een paar jaar bij mijn vader gewerkt te hebben, ben ik voor mezelf begonnen met mijn eigen bedrijf, MAB. Oh, dus al vrij snel was je eigenwijs en dacht je dat je beter kon? Of? Ja, ieder jaar. Ja? Ik denk dat dat helaas wel de gedachte was. Wat stond je niet aan? Wat spoorde me aan? Nee, wat stond je niet aan het feit hoe je ouder of hoe je vader deed? Nee, dat was niet zozeer dat iets me niet aanstond. Op een gegeven moment ontdek je met elkaar dat je misschien tegelijkertijd door de deur probeert te lopen en dat moet je niet proberen. Mm. Dus we zijn als hele goede vrienden hebben gezegd, nou, laten we ieder ons eigen. Ik had ook wat andere ideeën over het vak. Mijn vader was een topwoningbouwer. Ja. Hij deed het tot in de puntjes, deed hij het in details. Dit hield ze er zelf mee bezig. Mm. En ik had wat meer interesse in hoe je een stad op zich levend kan maken. Of hoe je hem levend kan houden. En hoe je invloed kan hebben op delen van steden die het wat moeilijker hebben. Dat is meer dan het stapelen van een stel stenen dus. Ja, nou ik wil niet zeggen dat mijn vader dat ook deed, maar nee, dat zeg ik ook niet. Mijn hart trok wel meer daar naartoe. Precies, ja. Hoe noem je dat? Ben je dan vastgoedondernemer of ben je dan veel meer planoloog of stedenstrateeg? Het was de eerste echte grote projectontwikkelaar in Nederland was Bredero natuurlijk, hè, ja. Met Hoogkaterijnen. Het was een weliswaar niet zo'n goed voorbeeld, maar het was wel een doorbraak. Het pakken van een gebied in zijn totaliteit en daar op een context aansluiten, op een context creëren. En dat inspireerde wel een aantal mensen en dat inspireerde mij nadat ik een aantal jaren in de villa's en kantoortjes en dat soort dingen had gezeten, inspireerde mij dat ook. En zo wonnen wij in 1978, 8 jaar na de oprichting van het bedrijf, wonnen wij de competitie voor het stadshart Zoetermeer. Nou, dat was het eerste complete stadshart wat er eigenlijk in Nederland gedaan werd. En dat haalden wij voor de poorten van de hel weg. En dat was ook wel een geweldig leerzaam proces. Want? Nou zou je het wel heel anders doen natuurlijk, maar goed, dat was toen. Naar de sfeer van die tijd was dat een behoorlijke doorbraak. Ja, want? Kijk, nu denk je heel anders over steden. Ja. Hè? We hebben het net even gehad over winkels. Winkels hebben een heel andere rol in een stad dan in die tijd. Wonen, daar liggen ook heel andere eisen aan de grondslag. Ja. Mensen willen veel meer een uitwisseling hebben van openbaar gebied en functies die daar aangrenzen. Dus ja, die alle elementen neem je allemaal mee. Je probeert er ook een stuk cultuur erin te brengen.
alles om het centrum van de stad leefbaar te maken en aantrekkelijk te maken. Dat je daarmee niet alleen maar afhankelijk bent om mensen in de stad te krijgen door afhankelijk bent van de winkels. Hmm. Want die hebben natuurlijk die zijn aan het kleurverschieten. Kleurverschiet is net een schrijving voor. Ja, met internet. Kijk, het internet is een onderdeel van het fenomeen. Maar het fenomeen is dat de detailhandel op zich is zo verlevendig en zoveel dieper geworden. Ja. Dat je moet nou meer een experience bieden dan dat je zegt ik heb een rek vol met jurkjes en broeken heb ik. Dat gaat niet meer. Je ziet nu dat er bij ons ook een aantal partijen uitvallen die kennelijk niet meegegaan zijn met die ontwikkelingen. Even in volvlucht van de eerste stappen naar nu. Hoe ziet een gemiddelde week er nu uit? als ik die eens mag inzien. Nou, ik heb mezelf voorgenomen tot 2005. Waren natuurlijk meer dan volle werkdagen en volle werkweken. We deden ook veel in het buitenland, Duitsland, Frankrijk, grote projecten. Ik had me voorgenomen om een jaartje niks te doen. Nou, dat is me niet gelukt. Want in 2005 is het... Toen heb ik mijn bedrijf, MAB, wat ik opgericht had, heb ik verkocht aan Bouwfonds, wat toen AMRO was. Daar kunnen we nu alweer een uur over praten. Daar kunnen we een avondvullend programma mee vullen. Zijn we misschien één regel zo samenvatten? Ik denk dat het is jammer dat de komst van de crisis daarna en alle perikelen die zich aan het begin daarvan voordeden, zo 2005, 2006 had, AMRO een zware tijd. Daarna kwam de crisis, dus toen is het hele vastgoed in elkaar gezakt en daarmee is ook mijn bedrijf van de aardbodem verdwenen. Ja. En in hindsight had ik dingen anders gedaan, maar dat is heel makkelijk praten. Ja. Dus, terug naar de gemiddelde werkweek van 2016? Ik probeer ongeveer de helft van mijn tijd te werken en de andere helft voor mezelf te hebben. Maar het lijkt steeds meer en meer dat ook het werken voor wat voor mezelf wordt. Ik doe nou iets wat ik heel leuk vind. Of dingen die ik heel leuk vind. Dus het is bijna geen werk. En waar ik niet een grote organisatie moet leiden. Dat is natuurlijk, maakt het natuurlijk ook wat makkelijker. En ook wat persoonlijker naar de mensen waar je mee werkt. Ja. Met de partijen in de markt waar je mee te maken hebt. Als we kijken anno nu, stel ik heb wat miljoentjes verdiend, die zijn over, die staan op een bankrekening, heb ik daar netjes neergezet. Met pijn zie ik dat me dat alleen maar geld kost en dat is een soort onnatuurlijk iets. Je geld verdiend hebben en dan kost het me om het op een bankrekening te laten staan. Is vastgoed vandaag de dag een interessante investering? Nou, ik heb mezelf al jaren geleden voorgenomen om mezelf niet als guru te presenteren. Ik ben het wel. Er is een natuurlijk proces. We hebben vanaf 2008 heeft die hele vastgoedmarkt plat gelegen. Er is niets gebeurd, geen vernieuwingen geweest, geen nieuwe dingen. Sinds 1 à 2 jaar begint dat weer op te komen. Daardoor is natuurlijk een enorme achterstand ontstaan. Dat is een achterstand die je hebt niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief. Kwantitatief, omdat er zijn nieuwe gezinnen bijgekomen. Gezinnen zijn gesplitst. Kinderen zijn uit huis gegaan, die weer getrouwd. Die willen ook weer een huisje hebben. Er zijn nieuwe bedrijven komen erop. Die zoeken ook weer huisvesting. En je ziet wel dat nu het product een evolutie van 10 jaar nog moet doormaken die het niet doorgemaakt heeft. Dus als je zegt, nu zou je nu wat in vastgoed doen, dan zou ik zeggen, je kan geen beter beleggingsmiddel hebben. Ik vind vastgoed, heeft een inhaalslag gehad krijgen. Het enige gevaar van het vastgoed is dat de inhaalslag zo hard wordt dat dat weer de basis is van een nieuwe crisis. Ja. En daar moet je allemaal wel alert op zijn. Want je ziet nu bijvoorbeeld ook in steden als Londen, maar ook zelfs al in Amsterdam, zie je natuurlijk prijzen als een dolle weer de lucht in gaan. Is dat goed? Je moet het eerst maar zeggen, er is een lijn in de ontwikkeling van de waarde van dingen. Ja. En vastgoed is altijd in waarde gestegen. Als je de laatste 100 jaar neemt, dat gaat alleen maar naar boven. Er is maar één plek waar je een vastgoed op kan zetten. En daar kan je niet 10 dingen op zetten. Ja. Dus als je ziet hoe het vastgoed is gestegen de afgelopen 50 jaar. En je zegt dan, ik heb
10 jaar lang ongeveer, of 8 jaar heb ik stilgestaan. Dus heb je een horizontale lijn gehad. Ja, dan krijg je automatisch dat hij natuurlijk weer die oude lijn op gaat zoeken. En wat er nu gebeurt is dus een exponentiële stijging naar een niveau wat je al lang had moeten hebben, was er geen crisis geweest. Dus wat dat betreft vind ik dat niet. Ja, ik vind dat is een heftige correctie, maar ik vind dat wel een correctie die op zichzelf begrijpelijk is in de normale ontwikkeling van de markt. Wat moet je doen? Stel dat je als ondernemer zegt van ik vind het interessant en ik wil het gaan doen, maar ik heb geen verstand van vastgoed. Wat moet je dan doen? Naar wie moet je dan toe? naar wie moet je dan toe? Ja, nou ja, ik denk dat er toch altijd nog hele betrouwbare partijen in Nederland zijn waar je op terug kan vallen. Dat klinkt bijna als toch nog wel of zo? Of, ja, nou ja, goed, er is natuurlijk heel wat gebeurd in het vastgoed de afgelopen 10 jaar. Maar ik denk dat er nog hele goede partijen zijn waar je naartoe kan gaan. Dat zijn makelaars, dat zijn zelfs banken die zich er toch meer en meer op gaan richten. Kijk, vastgoed heeft het nadeel, het is een dinosaurus. Als je hem een klapse staart geeft, 3 weken later krijg je die kop en de hoofd. En dat is natuurlijk, het is niet een snel product. Hmm. En je hebt een heleboel mensen die heel snel met iets hun geld willen verdienen in vastgoed. Nou, dat moet je niet proberen. Als je vastgoed wil, dan moet je zeggen, ik koop op een goede plek. En ik wou het rustig mijn tijd af. En misschien betaal ik wel, als ik iets goeds koop, ten opzichte van iets wat minder, betaal ik voor het goede wel de prijs van morgen. Maar zo wat. Over een paar jaar heeft zich dat hersteld. En nu zit je nog steeds aan het begin van een inhaalslag die dan niet geweest zou zijn als normaal de markt doorgegroeid was. Maar wat voor termijnen heb je het over? Hoeveel geduld moet ik hebben? In wat voor profiel moet die investeerder passen? Ik bedoel, stel dat ik 60 zou zijn en ik zeg, nou, over een jaartje of 5... dan wil ik daar gewoon echt goed op renderen. Is dat dan te snel? Ja, nee, dat vind ik niet te snel. Er zijn een paar dingen die je in de gaten moet houden. Je moet voor de goede plekken gaan, het goede product. Dat je daar niet in teleurgesteld wordt, dat het product niet aansluit in de markt. Ja. En we hebben allemaal nieuwe eisen aan gebouwen over milieu, over isolatiewaarden en dat soort dingen. Dus daar moet je erg alert op zijn. En ten tweede moet je alert zijn erop dat je niet in de val stapt. Dat je nu iets koopt op basis van 1% rente of 2,5% rente. Terwijl die rente natuurlijk gegarandeerd een moment gaat stijgen. En dan is je plaatje is weer compleet anders. Dus dat moet je, die buffer moet je wel hebben. Maar ik zeg, als je nu iets goeds koopt, nou, dan heb je over 5 jaar heb je al een enorm pakket van die inhaalslag in je zak zitten. Maar dan komt de hamvraag natuurlijk, wat is iets goeds? En hoe herken je dat? Hoe werkt dat? Ja, dan zeg ik, dan moet je maar naar een specialist gaan, want ik heb geen verstand van vastgoed. Maar hoe werkt dat bij jou? Wat is dat fingerspeech gevoel? Het is mijn... Kijk, je krijgt veel aangeboden. Ja. En dan zeg je, nou, dat vind ik leuk en dat vind ik niet leuk. Nou, als je dan... Dan moet je oppassen dat je, zeker in mijn geval niet, dat je het emotionele niet laat overheersen over het rationele. En dat je zegt, ik vind dat een leuk gebouw. Ja. Maar het blijkt toch niet de groei te hebben die ik zou hebben als ik iets anders gekocht had. Ja, ik denk zelf dat je het allerbeste kan gaan naar een hele goede makelaar. Die dat voor ik jou denk dat allemaal... toch altijd nog, hè? Of je gaat naar een. Of je, ja, en de makelaars, die als ze netjes zijn, dan geven ze je een goed beeld van de markt. Je hebt ook goede nieuwe fondsjes die opkomen op het ogenblik weer. Ja. Er zijn vrij veel vastgoedfondsjes. En het zou best een goede zijn als de banken zich daar ook wat meer op wierpen. Dat is gewoon. De vermogende klanten bij elkaar bundelden. Ja, ja, ja. En daarmee is vastgoed gingen kopen. Nou is het moment, als ze nog 5 jaar wachten voordat ze wakker geworden zijn, dan is het alweer een beetje voorbij. Ja. Dus ik denk dat er zijn partijen op het moment. En ik denk dat er een geweldige kans is voor partijen die de kennis hebben en de mogelijkheden hebben om het te organiseren. Om vehikels op te zetten die dat soort klanten van dienst kunnen. Ja, want de familieleden van je, de zonen, die zitten ook toch... Allemaal, wat doen die dan weer anders dan hoe jij? Want die zitten in dat... Want er zijn 2 bedrijfsnamen die ik dan tegenkom. Meijer Bergman nog steeds en Meijer Realty Partners. Ja. Wat doen die 2 bedrijven? Nou, mijn zonen vonden mijn vak buitengewoon interessant. Hm. Maar ze vonden dat het nadeel hebben dat het zo lang duurde alles. Want als je zegt, ik ga een stadscentrum ontwikkelen,
Dan ben je een jaar of drie bezig met de acquisitie. Dan ben je een jaar of drie aan het plannen. Dan ben je een jaar of vijf aan het bouwen. En dat is ook Nederland. Je knalt. Ja. Of geldt dat voor veel dat landen? Is zomaar. Ik heb een van mijn laatste projecten. Dat was een project in het centrum van Aix-en-Provence. Daar heb ik mijn eerste acquisitiegesprek in 1989 gevoerd met de burgemeester. Diezelfde burgemeester zat er nog bij de selectie in 1990. Mm. En twee jaar geleden is het laatste onderdeel van het project opgeleverd. Wow. Dus het is vast. Ja. Het is inherent aan gebiedsontwikkeling, als ik dat dan zo even mag zeggen. Maar dat ging hun te traag. Dus jongens vonden dat niet. Ik heb het één ben ik in 2007, 6, 7, 8 begonnen in Londen. Onder een naam van mijn bedrijf, mijn nieuwe bedrijf, Meijer Bergman. En dat is nou een van de grote spelers in Londen geworden. Die heeft een geweldig bedrijf opgezet. Ze heeft grote winkelcentra in Engeland en op het vasteland. Dat is gewoon een topbedrijf, onderneming geworden. Hmm. Maar doet dat met geld van met name Amerikaanse endowmentfondsen. En hij ontwikkelt dat en pakt thuis een stuk winst van. Dat geeft hem natuurlijk een geweldig vliegwieleffect. Ja. MRP doet zo'n beetje hetzelfde, maar hangt wat meer tegen ontwikkeling aan. Is nog heel jong, dus is ook nog zijn plek een beetje aan het zoeken. Hmm. Dus die hebben zowel ASR overgenomen, een ontwikkelaar, als ze hebben een Israëlisch beursfonds meerderheidsbelang ingenomen om daarmee een uitlaat te hebben voor het vastgoed wat ze kopen. Ze zijn een deel vastgoed aan het herontwikkelen, onder andere de megastores hier in Haag. Hm. Dus ja, die zijn nog een beetje aan het zoeken. Maar goed, tot nu toe, voor zover ik het kan zien als mede-aandeelhoudertje, hebben ze het goed onder controle en draait het goed. Dus je spreekt ze één keer per jaar op de aandeelhoudersvergadering? Nee, ze zit hier, mijn oudste zoon zit hier naast. Dus, Quenter contact. En de rol van je vrouw? Nou ja, die is natuurlijk, voor degenen die ze niet kennen, maar dat zullen er weinig zijn, die is natuurlijk vrij direct. We doen heel veel samen. Ik ben toch weer een nieuw bedrijfje begonnen in het herontwikkelen van en herbestemmen van erfgoed. Zij heeft een geweldige job gedaan op de Westergasfabriek, die ik in 2000 aangekocht heb, nog eens MHW. En die heb ik gehouden bij de verkoop. Daar heeft ze een geweldige job gedaan en... zij doet dus met mij die ingewikkelde herbestemmingsoperaties. Dat doen we samen. En, dus familie is eigenlijk altijd vastgoed? Ja, maar zelfs mijn schoonzoon, die helemaal niet uit vastgoed kwam, die is inmiddels zit in het vastgoed. Mijn andere zoon die zit in Luxemburg en die heeft daar een woningontwikkelbedrijf. Dus. Hmm. Ja. Even dicht bij huis, dat Westergast voorbeeld, Amsterdam. Ik begreep net in het voorgesprek, daar komt een hotel. Ja. Daar is nog weinig over te vinden, want we zitten vrij aan het begin. Maar het is getekend en het is allemaal, gaat gebeuren. Ja, de aanbestedingsprocedures lopen. Hoe lang heeft dat traject geduurd voordat je een go krijgt op zo'n bestemming? Nou, dat is op zich vrij snel gehaald. Dat is, ik denk, een jaar of drie. Is dat een goed teken voor de gemeente Amsterdam, dat die wel kunnen schakelen? Of? Ja, dat was zeker een goed teken voor Amsterdam. Ja, dat was zeker een goed teken voor Amsterdam. Ik moet zeggen, in het begin, toen ik het kocht in 2000, was dat niet altijd makkelijk. Men snapte in Amsterdam niet dat een particuliere ondernemer zoiets als de Westergasfabriek mocht bezitten. Maar dat is nu wel omgeslagen. En ons eigen gevoel is dat het met Amsterdam is prima werken. Ja. Je moet ze snappen, maar goed, het is een grote stad met zijn eigen karakteristieken. Absoluut. En daar moet je respect voor tonen. Dat is simpel, maar dat is goed gegaan. En wat voor een hotel komt daar? Er komt een viersterren hotel, drie viersterren hotel komt er, Conscious Hotels. En ik denk dat dat een heel vernieuwend hotelconcept wordt. Dat is, wat wordt er vernieuwd gedaan? Ja, nou, laat ik dat dan even aan de heer van Conscious over, om dat als zelfverlies te brengen. Maar wanneer moet hij open? Wanneer gaat hij open? Hij moet open gaan. We beginnen dit jaar, dit najaar beginnen. We hebben nog, er zitten nog wat partijen die gehuurd hebben. Hij moet in beginsel moet hij open rond de jaarwisseling, na de jaarwisseling 2018. Oké. En voor de mensen die dit zitten te kijken nu, en iedereen kent het Westergasterrein, over het bruggetje rechts, hè? Over het bruggetje rechts. Het oude deel inderdaad. Even over vastgoed Amsterdam, ook een actueel voorbeeld. De Adamtoren van onze vriend Duncan Stutter, aan die achter het station. Ben je daar al geweest? Of ben je op de hoogte geweest van dat project überhaupt? Wat vind je daarvan? Fantastisch. Ja, hè? Fantastisch. Ding heeft...
heeft jarenlang gesukkeld in de markt. De oude Shell-toren. Ja, niemand wilde eraan komen. Het was aan de verkeerde kant van het ei. Is bij jou voorbij gekomen? Ja, die is bij mij ook voorbij gekomen. En, maar goed, ook daarvan kan je zeggen, het kwam bij ons voorbij in 2000, begin 2000 al, hè? Ja. 2004, 2005. Ja. Toen was die overkant van het ei was nog niks. Dat is nog niet Nu is die stad helemaal, is die Zaanstreek in aan het groeien. Ja, ja, ja. Dus het heeft nu een heel andere locatie gehad. Ja. En ik vind het chapeau voor degene die het ontwikkeld heeft. Ik denk dat hij wel met, ja, om het zover te brengen. Hoor. Ja, ja, prachtig. Hoe risicovol is beleggen in vastgoed? Als je goed belegt, is het de minst risicovolle belegging die je kan hebben. Want het vastgoed loopt niet weg. Als het goed is, dan vind je altijd wel iemand die daar zijn plek kan vinden als gebruiker. Ja. En over de decennia heen sinds de oorlog heeft het vastgoed zich altijd meest stabiel getoond. Er worden vaak metingen gemaakt van aandelen en vastgoed. Hè? En, ja, vooral banken doen dat vaak. Die meten dan op het moment dat aandelen het hoogst staan en het vastgoed wat in de klem zit. Maar als je gewoon over een hele lange periode kijkt van vastgoed, dan is vastgoed over die lange periode veel stabieler. Je moet dus geduld hebben. Je moet geduld hebben, ja. Dat is het. Ja. En je zei het straks al, circulair milieueisen. Je hoort steeds meer panden er zijn energiegoeroes die zeggen, het is natuurlijk op zich van de gekke dat een pand überhaupt energie kost. Het zou bijna energie moeten opleveren. Als je naar jouw portefeuille kijkt, of naar jou, hoe zit dat nu bij jou? Hoe ver is dat al ingebed, die trend van duurzaamheid en circulariteit? Nou ja, laat ik dan eventjes beginnen met de bedrijven van mijn zoon in Londen. Ja. Die is er heel alert op. Die heeft ook mensen in dienst die daar constant mee bezig zijn om de laatste technologische ontwikkelingen op het gebied van milieubesparing, isolatie, ja, en dat soort uitstoot erin te verwerken. Hmm. Monumentenbedrijf, ons erfgoedbedrijf, ja, daar zijn we heel scherp op. Want dat is vaak heel lastig. Die zijn natuurlijk vaak met een enkel wandje, ja, enkel glas. Waar je dan niet aan mag komen. En dan mag je niet aan mogen. Ja. En dan heb je dat enkele glas en dat is dan dat mooie, mooie gewalste glas nog, ja, uit de oude tijd. Ja. Daar mag je niet aan komen. Maar daar zijn we echt heel scherp op om te zorgen. Probeer daar je bijdrage aan te doen. Niet alleen vanuit je drive om te zorgen dat je een betere wereld creëert. Maar ook omdat je dan gewoon een product maakt wat voor langere tijd zijn waarde houdt. Ja, dat is ook zo'n cliché vraag, maar waarvoor doe je het? Voor het geld of voor de betere wereld? En ja, is dat veranderd? Ja, ik denk dat iedereen er wel wat anders over denkt nu. Hm. Ja, dat denk ik wel. Het was voor de crisis liep natuurlijk iedereen wel een beetje achter zichzelf aan. En je hebt nu wel een gevoel, ook komt dat natuurlijk de erkenning dat er wat met ons klimaat aan de hand is, wel nou tot iedereen de meest botte kop is doorgedrongen. Denk ik dat nu toch de meeste mensen, ook zoals ik ze tegenkom, die zitten wel bovenin verankerd het idee dat je toch aan een betere wereld ook moet denken. Ja. Maar daarbij is het ook, die crisis heeft mede aangetoond dat producten die inferieur zijn, die worden meedogenloos afgestraft. Ja. En hoe groot acht je de kans op een nieuwe crisis? Nou, voorlopig niet. Kijk, wat je altijd krijgt is als iets heftig herstelt, dan schiet het vaak door. Dus dan krijg je weer een terugslag. Ja. Maar ik denk dat dat eerder een consolidatie zal zijn dan een echte terugslag of een crisis. Het enige wat ik wel gevaarlijk vind, als op de duur iedereen gaat rekenen op rente van het niveau wat we nu kennen. Ja, dat gaat een keer voorbij. Dat, ja. Ik heb dat een keer meegemaakt, dat het van op andere niveaus 4-5% steeg. En dat gaat dan in een paar maanden tijd. Ja. En dan gebeurt er een hoop ellende. Dat hebben we eind 70 jaar, begin 80 jaar gezien. Toen kregen mensen 120% hypotheek op hun huis. Mijn vader. Ja, die staat toen de bietenbrug. Op basis van een rentevoet van, wat was dat toen, een procent of 7, 8. En toen steeg die in een paar maanden tijd naar 12. Ja. Dus toen was ineens de beer los, ja.
Tot slot nog een klein stukje visie en tips voor degenen die zitten te kijken, die dan stiekem mogen meeluisteren. Laat je gezicht eens over ons land heen gaan. En je krijgt van mij een fonds, nou ja, die heb je genoeg, maar die leg ik nu hier neer. Nu zonder verder research, wat zijn punten waarvan je denkt, ah, daar zou ik mijn tanden in willen zetten, dit project zou ik wel op willen pakken, die stad zou ik wel willen aanpakken. Waar denk je dan aan? Nou, kijk, je hoeft niet zo ver van huis te gaan. Er valt hier in Den Haag nog een heleboel te doen. Wat? Nou, hetzelfde wat ik heb, het is de inhaalslag. Mm. Kijk, mijn oude vak, hè, een groot project, en dat duurde dan wel die verdomde lange 10 jaar. Ja. Maar dat was natuurlijk wel uitdagend, hè, om iets te maken waarmee je een context in een stad creëert en waarmee je die stad een hele nieuwe impuls geeft. Mm. Of zelfs van een degeneratieproces terugbrengt naar een bloeiende binnenstad. Mm-hmm. Dat is er niet meer. Ik bedoel, al die partijen die vroeger meededen in zo'n verhaal. Ik denk dat ik bij mijn geliefde ABN AMRO Bank ook niet aan moet komen. Van, hebben jullie zin om mee te financieren in een project van 1 miljard? Mm. Dat is voorlopig niet aan de orde. Dus je moet het zoeken in relatief behapbare dingen. En dan heeft elke stad, als je daarover praat, dan heeft elke stad Den Haag. En er zijn natuurlijk een aantal perifere steden, zoals Leiden en zo, die allemaal nog een beetje in de vergeethoek zijn geraakt. Mm. Maar op dat soort steden, daar zijn best mogelijkheden nu om dingen te doen, ze goed te verhuren. En laat maar lekker liggen, dan de tijd doet zijn werk wel. En de probleemprojecten, hoe zou je die aanpakken? Als we kijken naar een aantal wijken, waar natuurlijk nu op dit moment gewoon, ja, wat je echt wel als probleemwijken mag beschouwen. Dus natuurlijk niet alleen een vastgoedprobleem, hoor, maar en de winkelcentra, met name in de middelgrote steden. De grote steden lopen nog wel, maar met name die middelgrote steden, waar de leegloop natuurlijk enorm is. Die twee problemen, kan vastgoed daar aan een oplossing meewerken? Kijk, als je zegt, vaak liggen die dingen nog niet eens op zulke slechte locaties. Nee. He, want ze zijn eerder gemaakt en er was nog niks. En er is later groeit er wat omheen. En er is nog steeds iets omheen dat groeit. Je moet je realiseren dat op een moment vastgoed obsolet is. En dat het gewoon zijn tijd gehad heeft en dat het geen nieuw leven meer kan krijgen. He, er wordt heel verdienstelijk wordt er in Holland wordt er gewerkt aan het ombouwen van kantoren en woningen. Dat kun je ook niet eeuwig blijven doen. Ja. En er zijn vele zijn groepen, slechts weinig uitverkoren om dat echt goed te doen. Ja. Maar ik denk dat je zo in de kantorensector als in de winkelsector, ook in de woningsector, moeten we ons realiseren dat we de komende 10, 15 jaar afscheid moeten nemen van een heleboel vastgoed wat niet meer zijn plaats verdient in onze samenleving. En wat betekent afscheid nemen? Slopen. Slopen. En vervangen door? Gewoon slopen. En dan gewoon maar het... Kijk, als nu iemand iets investeert in wat niet goed is, dan kan hij ook op zijn vingers uittellen dat over 10, 15 jaar hij de rekening moet betalen daarvan. Ja. Dus, klinkt bijna als een paradox, hè? Dat je aan de ene kant zegt, het is nu de tijd waar enorm veel kansen liggen om de komende jaren in vastgoed te investeren. En aan de andere kant toch best een hard oordeel van, eigenlijk is er best wel veel vastgoed waar we de komende 10 jaar afscheid van moeten nemen. Ja. Klinkt als een bijna paradox. Ja, het is geen paradox. Het is wat ik in het begin zei. Als je maar echt naar de goede dingen kijkt, dan moet je advies voor hebben. Dus dat moet je niet op eigen houtje gaan doen. Maar er zijn hele goede mensen in Nederland die dat buitengewoon integer en waardevol kunnen doen. Blijft toch een beetje het geheim van de smid. Het geheim van de smid, ja. Dankjewel voor dit gesprek. Wederzijds. En dankjewel voor het kijken naar dit interview namens ABN AMRO, Mees Piersing. Kijk voor meer interviews met inspirerende ondernemers op financialfocus.nl. Dankjewel, dag.